Welkom terug dus. Wij hebben de volgende spreker, Tom Rusting. Hij is familiecoach bij Altrecht. Hij coacht dus familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening. En hij houdt online een presentatie. En ja, u raadt het al, waar gaat het over? Over familiecoaching. Tom, the floor is yours. Dankjewel. Fijn dat ik u mag vertellen over onze familiecoaching. We doen dat al vele jaren bij Altrecht en op kleinere schaal ook bij een paar andere instellingen. Niet alleen voor naasten van mensen met psychoses, dat is een fout in de slide die ik trouwens niet zie. Maar goed, krijg ik nog de presentatie te zien of niet? Nou, ik ga gewoon door. We doen het al vele jaren bij Altrecht voor naasten patiënten van Altrecht, patiënten van de ernstige psychiatrie, van de gespecialiseerde psychiatrie. Wat uniek is, is dat we bij Altrecht familieervaringsdeskundigen inzetten. Gesprekken worden gevoerd door een combinatie van een familieervaringsdeskundige, zoals ik, en een professionele GGZ-medewerker, een verpleegkundige. Ik ben een van de initiatiefnemers van de familiecoaching samen met een psychiatrisch verpleegkundige. Ik ben vader van een zoon met de diagnose schizofrenie. Die ervaring die heb ik nog een keer en die kan ik inzetten om andere familieleden te ondersteunen, met ze mee te denken en tips te geven. Nou, de vraag is natuurlijk, waarom moet je naast betrokkenen van psychiatrische patiënten coachen? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen. Als er een psychisch probleem is in een gezin, dan is dat heel vaak een zware belasting voor de naast betrokkenen, voor de familieleden. We hebben daar al vanochtend nodig over gehoord. Vaak een heksenketel. Zeker als zo'n ziekte zich voor het eerst manifesteert. Familieleden vragen zich af wat er in hemelsnaam aan de hand is. Hoe ga je daarmee om en hoe hou je jezelf staande? Dus daar kunnen we ze zeker in coachen. Daar hebben ze vaak ook heel veel steun bij nodig en begrip. Maar familieleden vragen ook altijd om tips om hun eigen familielid, hun zieke familielid, als je het zo noemen wil, te steunen. Bert Stavenheid zei er vanochtend ook al wat over. Dat is eigenlijk een vraag die nog veel vaker voorkomt dan van, hoe kan je mij steunen? Nou, wat kan ik doen om mijn zieke familielid te ondersteunen? Wat wij vaak dan op insteken is het wat ze noemen de herstelondersteuning. Dus de familie kan leren hoe ze de patiënt het beste kunnen ondersteunen bij zijn of haar herstel. Herstel is eigenlijk een stukje jargon. In heel veel gevallen is er niet een herstel mogelijk in medische zin. Maar wat vaak heel goed mogelijk is, dat is herstel in de zin van het leven weer op de rails krijgen. En dat is misschien nog wel belangrijker dan dat je de medische symptomen van een ziekte onder controle krijgt. Maar heel veel familieinterventies zijn groepsgewijs. Is vanochtend ook al aan de orde gekomen. Familie-psycho-educatie, avonden, multifamily. Dus familieleden van verschillende patiënten bij elkaar in een groep. En dat heeft grote voordelen. Mensen leren van elkaar, mensen motiveren elkaar. Maar er is één groot nadeel, is dat er heel weinig mensen worden bereikt. Bij Altrecht is er een afdeling jong volwassenen, die heet ABC. Heel erg familiegericht, gelukkig. En je zou natuurlijk ook verwachten dat families van jong volwassenen heel erg betrokken ook zijn bij de patiënt. Als zij een familieavond hebben, dan zit de zaal vol. Ik heb het zitten tellen hoeveel mensen dat dan zijn. En dan is mijn conclusie dat hooguit 20% is van de
20% van hun patiënten daar vertegenwoordigd is. Dus je bereikt met familieavonden, met groepsgewijze familieinterventies, maar een klein deel van de familieleden. En ja, ik heb het vermoeden dat je de mensen die het meeste nodig hebben nog het minste goed bereikt op die manier. Wij doen individuele gesprekken met één familielid of meerdere familieleden van éénzelfde patiënt. En daar bereiken we veel meer mensen mee. En de vraag is natuurlijk, waarom moeten daar dan familieervaringsdeskundige hulpverleners worden ingezet? Kunnen die professionele GGZ-medewerkers dat niet? Ja, dat kunnen ze en dat doen ze ook. Gelukkig, misschien niet genoeg, maar ze doen het wel. Ze praten met familieleden en daar moeten ze ook vooral mee doorgaan. Maar een familieervaringsdeskundige, ik gebruik ook de afkorting VET, familieervaringsdeskundige, die kan andere taal gebruiken. Die is vaak geloofwaardiger, omdat hij het zelf meemaakt, die problemen in zijn of haar gezin. En wat ik altijd mooi vind is, als familieervaringsdeskundige kan je indirect zijn, over de band spelen, om een uitdrukking uit de biljartsport te gebruiken. Ik zal een voorbeeld geven als er een vraag komt over de erfelijkheid van schizofrenie. Als je dat vraagt aan een professional, dan krijg je daar natuurlijk een antwoord op. Al of niet met de vermelding van wetenschappelijk onderzoek, percentages en dat soort dingen. Maar ik heb een heel eenvoudig antwoord. Ik zeg ja, bij ons zit het in de familie. Hoe duidelijk en hoe simpel kan je zijn? Destijds zijn we begonnen met een groep die eigenlijk nooit deelnam aan familiebijeenkomsten. We wisten destijds, al 13 jaar geleden, dat met name bij families van Marokkaanse afkomst psychoses, schizofrenie, heel vaak voorkwam, maar bij familiebijeenkomsten zag je nooit iemand van Marokkaanse afkomst. Geen ouders of broers of zussen. En mijn collega, die verpleegkundige waar ik het samen mee opgestart heb, die werkte bij de afdeling preventie van Altrecht, gaf ook veel familievoorlichtingsbijeenkomsten. Maar ook zij zag nooit iemand van niet-westerse afkomst. Nou, dus we hebben gezegd van hoe gaan we dat aanpakken, wat kunnen we daaraan doen? Nou, we gezegd, gaan we het individueel doen voor individuele families en niet in een groep. Nou, maar we hebben dan heel snel besloten dat we ons niet wilden beperken tot mensen van niet-westerse afkomst. Want het is voor iedereen heel prettig en heel zinvol om die coaching te krijgen. We bieden het actief aan. Dat is denk ik ook wel uniek bij Altrecht. Er wordt actief aangeboden, vaak op verzoek van de hulpverlening. Dat kwam vanochtend ook nog even te sprake van een discussie, geloof ik. Van, hoe weten familieleden je te vinden? Nou, omdat we via de hulpverlener van de behandelaar van de patiënt die familie mogen benaderen. Of de hulpverlener vraagt ons om de familie te benaderen. Of de hulpverlener geeft aan de familie ons telefoonnummer of ons mailadres. Dus de hulpverleners bemiddelen bij het tot stand komen van het contact tussen de familie en de familiecoaching. Bij Altrecht, ik ga even door met de organisatie, bij Altrecht is het inmiddels niet meer weg te denken. We voeren meer dan 2000 gesprekken per jaar. Natuurlijk heel geleidelijk gegroeid naar deze omvang. Ik denk dat het nog verder groeit. Ik zei al, die gesprekken die worden gevoerd door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en een familieervaringsdeskundige samen. We hebben op dit moment 3 van die SPV's, van die verpleegkundigen, die meedoen met de familiecoaching. En we hebben een 10-tal familieervaringsdeskundigen met een heel scala aan ervaringen. Dus sommigen hebben ervaring met bipolaire stoornis, anderen met psychose, anderen met persoonlijkheidsproblematiek, komt heel veel voor. Wat ook van belang is dat er diversiteit is in de familierelaties. We hebben
veel ouders van, maar we hebben ook broers, zussen van, partners van mensen, van patiënten. Helaas nog geen kinderen van patiënten. En dat is een doelgroep die ook heel belangrijk is. Is vanochtend ook aan de orde geweest. De zogenaamde kopkinderen. We zouden graag een familieervaringsdeskundige hebben die die ervaring heeft. Die familieervaringsdeskundige wordt bij Altrecht niet betaald. Dat zijn vrijwilligers. Ik vind wel dat ze het op een professionele manier doen en moeten doen. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Maar ze worden niet betaald. Dus op deze schaal niet haalbaar. Omdat de zorgverzekeraar nog steeds niet wil erkennen dat de tijd van een familieervaringsdeskundige in het belang is van de patiënt. De zorgverzekering accepteert geen declaraties van familieervaringsdeskundigen. Heel jammer, maar het is een keer zo voor het moment. We hebben geen inzage in de dossiers, dat is ook belangrijk om te zeggen. De psychiatrische verpleegkundigen ook niet. We gaan uit van wat de familieleden ons willen vertellen over de patiënt en over de problemen die ze ervaren met de patiënt en problemen die de patiënt zelf ervaart. De behandelaar die houdt de regie. Dat is ook een heel belangrijk principe van ons. We zijn geen belangenbehartiger. We zijn geen luis in de pels. We zijn niet de vertegenwoordiger of de advocaat van de familie. Dat is een belangrijke keuze die we gemaakt hebben. Maar we zien onszelf als de bondgenoot van de behandelaar. Die wil zorgen dat de patiënt zo goed mogelijk vooruit komt. Dat is onze uitgangspunt. We voegen ons naar de visie van de behandelaar, naar het beleid van de behandelaars. We zijn dus, wat ik al zei, ondersteuners van hun werk. We zien hen een beetje als onze opdrachtgever. We vragen niet voortdurend aandacht voor de familie, zoals iemand die misschien in een team werkt. We werken ook niet in behandelteams, daar staan we los van. Maar indirect zetten we natuurlijk de familieleden wel heel erg op de kaart, omdat we elke keer weer met de behandelaars communiceren over wat de familie waarneemt en wat de familie ervaart. Gang van zaken bij Altrecht, en dat is zeker niet van het begin af aan zo geweest, is dat we nieuwe families eigenlijk allemaal de kans krijgen om familiecoaching te krijgen. Familiecoaching wordt aangeboden aan alle nieuwe families. En ja, als je dat lang genoeg doet, dan kom je natuurlijk uiteindelijk terecht op alle families. Tenzij, dat is wel een belangrijk tenzij de behandelaar het niet verstandig vindt om dat te doen. Dat kan zijn omdat de behandelaar zegt van deze familie die heeft zo'n negatieve impact op de patiënt. Daar kan je beter afstand van houden. Komt heel weinig voor, maar het komt een enkele keer wel eens voor. Maar wat helaas vrij regelmatig voorkomt, is dat de behandelaar het niet goed vindt dat we de familie benaderen, omdat de patiënt het niet goed vindt. Dat heeft te maken met privacy. Het telefoonnummer van de familie komt uit het dossier van de patiënt. En als de patiënt het niet goed vindt dat we dat telefoonnummer krijgen, dan krijgen we het ook niet. En de andere reden waarom we soms geen familiecoaching doen is dat er geen familie is, geen naastbetrokken is. En ja, als ik dat te horen krijg, ik vraag dan aan een behandelaar van, mag ik de familie van meneer Jansen benaderen? En als ik dan een berichtje terugkrijg van, dat zou wel mogen, maar meneer Jansen heeft niemand. Ja, dan krijg ik altijd een beetje een brok in mijn keel. Want dat vind ik wel eigenlijk het ergste wat er is, als je alleen op de wereld staat met ernstige psychiatrische problematiek. Die familieervaringsdeskundige, een van zijn taken of haar taken is dat hij elk gesprek terugrapporteert naar de behandelaar. Als de familie dat goed vindt, maar dat vindt de familie eigenlijk altijd goed. Een
De behandelaars hoeven daar niet op te reageren. Waarom niet? We willen geen discussie. Bijvoorbeeld als de familie heeft gezegd dat ze ontevreden zijn ergens over. Ze vinden dat de familie, dat de patiënt te weinig gesprekken voert met de psychiater. Ik noem een willekeurig voorbeeld. Dan vermelden we dat in het verslag van de familie heeft gezegd dat ze dat vinden. Maar we hebben er zelf geen oordeel over. We geven dat gewoon neutraal door. En wat we niet willen is dat de behandelaar met ons in discussie gaat van ja, de familie heeft het helemaal mis, want we zien ze vaak genoeg. Of we hebben er geen tijd voor of wat dan ook. We willen gewoon één richting verkeerd informatie doorgeven. Vaak staat er niets nieuws in die verslagen van ons. We kunnen ook niet nagaan wat de behandelaar allemaal al weet, want we kijken niet in die dossiers. Maar soms staat er wel iets nieuws in, en wat belangrijk is voor de behandelaar om te weten. En we krijgen ook wel vaak terug van de behandelaar van, ja, we wisten dat wel, dat het sowieso in elkaar zat, maar jij zegt het weer op een andere manier. En dat zet ons toch weer opnieuw aan het denken. Dus die verslagen die worden erg gewaardeerd. En die gaan natuurlijk ook naar de familieleden zelf die aan het gesprek hebben deelgenomen. Als we toestemming krijgen om een familie te benaderen, contact te leggen, dan gebeurt het best wel eens dat de familie zegt van nou, dat wil ik niet, dat heb ik niet nodig of wat dan ook. We respecteren dat natuurlijk wel, maar we dringen wel een beetje aan. Waarom? Twee redenen eigenlijk. Familie weet niet wat ze missen. Soms weten families niet wat ze niet weten. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ze weten niet welke informatie er allemaal nog beschikbaar is. Een andere reden om toch een beetje aan te dringen is omdat de familie niet alleen de familie er profijt van heeft, maar ook de patiënt. Dus als een familie zegt van nee, dat hoeven we niet, dan zou wij natuurlijk hooghartig kunnen zeggen van nou graag of niet. Maar je doet daar de patiënt tekort mee. Dus we dringen dan toch wel beleefd en vriendelijk aan van we proberen het een keertje. En bijna altijd, als dan willen zegt van als ze dan zeggen van nou oké, één keertje, dan zijn ze er zo blij mee dat ze toch weer volgende gesprekken willen. Ik zei al, er zit een sociaal-psychiatrische verpleegkundige altijd bij de gesprekken. En eigenlijk fungeert die vooral als aangever voor de VET. Die geeft de voorzet en de VET, de familieervaringsdeskundige, die scoort. Sociaal-psychiatrische verpleegkundige die is wel gewoon declarabel voor de zorgverzekering. Dus het kost de instelling geen geld om familiecoaching te doen. Het is gewoon werk waar ze betaald worden door de zorgverzekeraar. De rol van die verpleegkundige in de gesprekken is primair de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gesprekken, voor de gang van zaken. Aanvullen met informatie die de familieervaringsdeskundige niet heeft, of ervaring die de familieervaringsdeskundige niet heeft. En toch ook wel een beetje zorgen voor die familieervaringsdeskundige. Zorgen dat die in het spoor blijft en dat hij niet zijn emmer gaat leeggooien in het gesprek. Of dingen gaat zeggen die helemaal niet verstandig zijn om te zeggen. Die gesprekken die op dit moment doen we de gesprekken allemaal via de webcam. Dat is in verband met de corona. Maar in echte live gesprekken krijg ik wel eens een voorzichtig trap tegen mijn enkel. En dat betekent dan van rusting, je gaat te ver in dit gesprek. Die gesprekken, wat zit er in die gesprekken met die familieleden? Voor een belangrijk deel psycho-educatie, ook dat is al ter sprake geweest. Informatie over ziektebeelden, over behandelmogelijkheden, over ondersteuningsmogelijkheden, over de WMO, over de wetverplichte GGZ, over bewindvoering, over curatelen. Heel veel dingen, denk ik, waar er ook best een overlapping is met de mantelzorgorganisaties.
waar we denk ik beter zouden kunnen samenwerken. En eigenlijk, ik zeg het wel eens vaker zo van, wat we doen in die familiecoaching is dat we meedenken over de problemen. We volgen de familie in de wensen die zij hebben voor het gesprek. De dingen die zij op dat moment het belangrijkste vinden. Dat is ook een verschil met groepsgewijze psycho-educatiegesprekken. Want daar heb je natuurlijk een programma. Kan je wel eens ingaan op een vraag, maar je gaat dan weer terug naar het vaste programma. Wij kiezen voor de dingen die op dat moment leven. Als je alvast wat kan oplossen van de ergste problemen in een gezin, dan het laaghangend fruit, noem ik het wel eens, dan komt er vast wat lucht. En dan komt er ook aandacht voor andere onderwerpen die van belang zijn. En we sluiten nooit echt af. We maken na elk gesprek, bekijken we of we een nieuwe afspraak willen maken, of zij dat willen, of wij dat willen. Als we tot de conclusie komen dat er geen nieuwe afspraak nodig is, dan zeggen we van oké, dan ligt het initiatief verder bij jullie. Maar we sluiten nooit echt af. Er zijn families waar we 2, 3 gesprekken mee gevoerd hebben, maar er zijn ook wel families waar we 30 of meer gesprekken mee voeren. Er zijn een aantal belangrijke spelregels voor die familiecoaches, met name voor de familieervaringsdeskundigen. Belangrijk is om het conflict met de behandelaars te vermijden. Nou, dat klinkt een beetje, even terug naar de vorige slide graag. Er zijn belangrijke spelregels. Zoek geen conflict met de behandelaars. Dat klinkt misschien een beetje laf. Waarom niet? Want we, in ons hart zijn we het best wel eens oneens met de behandelaars. Maar we zijn, als we het conflict met de behandelaars zouden krijgen, dan lukt het ons nooit meer om weer nieuwe families te gaan coachen. Als ze ons gaan zien als een tegenpartij, als bemoeizuchtige mensen, dan kun je het schudden met de familiecoaching. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Gelukkig is de familievertrouwenspersoon, en die is daar wel voor. Dus dat leggen we ook altijd uit. Als de familie erg veel klaagt over behandelaars, dan in eerste instantie ga ik dan uitleggen hoe ik daar zelf mee omgegaan ben. Dat wij ook heel veel klachten hadden over sommige behandelaars. En ik denk nog steeds in sommige gevallen terecht. Maar dat wij, mijn vrouw en ik, op een gegeven moment gezegd hebben van zand erover, we gaan naar de toekomst kijken. We komen niet meer terug op wat er fout gegaan is. En we hebben nog nooit zo'n goede samenwerkingsrelatie gehad met de behandelaars als vanaf dat moment. Nou, als ik dat aan families uitleg, dan kan het hun ook wel soms motiveren om eventjes de wrok over gemaakte fouten los te laten en om een nieuwe start te maken. Maar als dat allemaal niet lukt, dan verwijzen we naar de familievertrouwenspersoon. En ja, die is daar speciaal voor. En die is bereid om het gevecht aan te gaan namens de familie. Wat ook heel belangrijk is, is dat, net ook al gezegd geloof ik, dat de familieervaringsdeskundige nooit zijn eigen emmer leeggooit. Daar zijn die gesprekken niet voor, om je eigen verhaal te vertellen. Er zijn nog meer spelregels, en dat is de volgende slide. Een familieervaringsdeskundige vertelt alleen wat relevant is. Mijn eigen zoon bijvoorbeeld heeft heel veel last gehad van cannabisverslaving. Daar begin ik niet over, behalve als de familie vertelt dat hun familielid cannabisverslaving heeft of verslaving heeft. Dan kan ik aansluiten door iets te vertellen over mijn eigen ervaringen. Maar ik doe het altijd kort. Korte anekdote, kort fragment en dan terug naar hun verhaal. Ze mogen alles vragen, maar ik hou het kort, want de aandacht ligt op hun verhaal, hun ervaringen. En ik kan daarmee aansluiten door te zeggen dat ik het ook heb meegemaakt. Ik kan er op een indirecte manier tips over geven, van ik heb geprobeerd om dat probleem zo op te lossen en het lukte niet. En ik heb op een andere manier geprobeerd en het lukte wel. Dus ik kan je indirect
tips geven. Dat zijn allemaal belangrijke dingen, maar het gaat niet om mijn levensverhaal of om het levensverhaal van mijn zoon. En wat ook best wel een valkuil is, is het overtroeven. Ik spreek soms families ouders van een dochter die aan de universiteit studeert en die dochter heeft psychose gekregen en de ouders maken zich er zorgen over of ze de volgende tentamen wel zal halen. Nou, en ik maakte me, toen die psychose bij mijn zoon begonnen, maakte me zorgen niet of hij tentamen zou halen, maar of hij niet uiteindelijk zou eindigen als een zwerver die onder de brug slaapt. Of in de dakloze opvang. Nou, dat is natuurlijk een wereld van verschil. En wat je als familie- en ervaringsdeskundige moet beseffen, is dat die zorgen van die ouders over dat halen van dat tentamen net zo echt zijn en voor hun net zo belangrijk zijn als mijn zorgen over de toekomst van mijn zoon. Dus niet overtroffen, dat is een belangrijke spelregel. Een belangrijke spelregel is natuurlijk ook om geen jargon te gebruiken. Ik had het net al over herstel. Nou, dat is jargon, want herstellen betekent in de GGZ heel wat anders dan in de somatische praktijk. En eigenlijk dat begrip mantelzorger, is het ook als jargon. Ik ben denk ik redelijk ontwikkeld, maar voordat de problemen met mijn zoon begonnen, wist ik ook niet zo goed wat een mantelzorger was. En als je praat tegen iemand met een wat gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, die krijgt natuurlijk helemaal ogen op stokjes als je het hebt over een mantelzorger. Hoezo mantel? Wat mantel? Winterjas? Wat bedoel je? Dus vermijd jargon. Taal is heel belangrijk en heel moeilijk ook voor professionele GGZ-medewerkers om jargon te vermijden. Een vraag die misschien bij u opkomt is van wat bezielt die FETS, die familieervaringsdeskundigen. Ze verdienen er niks mee. Het is helemaal niet makkelijk. Het is confronterend. Het roept je eigen oude verdriet weer op. Het oude wonden kunnen weer open gaan. Vroeg of laat krijg je te maken met suïcide. Niet dat je suïcide meemaakt, maar je hebt ettelijke keren gepraat met ouders van een zoon. En die ouders vertellen dat de zoon toch weer elke keer suïcidale gedachten uit. En dan op een goede dag of slechte dag krijg je te horen van hij heeft een poging gedaan, of je krijgt te horen van hij heeft een geslaagde poging gedaan tot suïcide. En dat komt natuurlijk heel erg binnen, omdat je jezelf ook altijd zorgen gemaakt hebt over de suïcidale gedachten van je eigen familielid. Dus dat is heftig en dan ga je bij zo'n familie op bezoek en dan weet je niet wat je zeggen moet. En toch hoort dat ook bij je werk als familieervaringsdeskundige. En wat ook heel frustrerend kan ook heel frustrerend zijn, je voelt je vaak machteloos. Je zou zo graag willen dat het weer goed ging met dat familie. Je hebt het misschien nog nooit gezien, maar in al die gesprekken met de familie ga je hem toch een beetje zien als je eigen familielid. En ja, dan voel je die pijn die familie ook heeft. Ja, waarom doen die vets dat? Ik heb ook wel eens gelezen dat het eigenlijk een soort rouwverwerking is. Er zijn van die theorieën, ik weet niet of u daarin gelooft, maar bij een gewone rouwproces, dan begint het met ontkenning en dan de volgende zijn van die fases. Hè. De volgende fase is verdriet en de volgende fase is acceptatie. Als familie van iemand met psychiatrische problematiek ga je ook zo'n proces door. Eerst ontkenning, je wilt niet zien, je wilt niet weten. Dan komt er verdriet, dan komt er acceptatie
En volgens de boekjes, volgens de wetenschappers, is dan de volgende fase dat je vrijwilliger wordt. Nou, dat is dus bij mij ook zo gegaan. Stel, u wilt dit ook in uw regio. Wat hebt u dan nodig? Wat u nodig hebt is twee mensen. Twee mensen die een beetje onbegrensd enthousiast zijn. Eén vrijwilliger, zoals de volgende slide alsjeblieft. Eén vrijwilliger zoals ik. Iemand die veel tijd en veel energie heeft, die een beetje stabiele situatie heeft bereikt in zijn eigen gezin, een beetje over het ergste verdriet heen is en die tijd heeft. Ik was toen ik ermee begon al met vervroegd pensioen, dus ik had daar tijd voor. En je hebt een verpleegkundige nodig, een psychiatrisch verpleegkundige of een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, die buiten het behandelteam staat van de patiënten waarvan je de naasten gaat coachen. Ik zeg het ingewikkeld, maar hij mag natuurlijk best ook behandelaar zijn, maar niet van de patiënt waar je het met de familie over gaat hebben. En die is gewoon declarabel voor de instelling. Dus het kost de instelling geen geld om die verpleegkundige in te zetten. En je hebt nodig een team wat bereid is om je toe te laten. Sorry? Wat je nodig hebt is een team wat bereid is om je toe te laten als familiecoaches. Bij Altrecht begon dat met het ABC-team, het team voor jongvolwassenen, wat ik net al zei. Daar hadden we een vertrouwensrelatie mee en hebben we verder opgebouwd. Voor als mensen zoiets willen beginnen in hun eigen regio, dan kunnen we vanuit Altrecht ook zeker helpen om de familieervaringsdeskundige en de psychiatrisch verpleegkundige op te leiden in die familiecoaching. Want ook die psychiatrisch verpleegkundige heeft een kennis van psychiatrie, maar hoe je moet gaan familiecoachen, dat moeten ze nog leren. En hoe ze dat samen met een familieervaringsdeskundige moeten ook nog leren. Dat klinkt als een hele concrete, goede adviezen, Tom. Mag ik je ongelooflijk bedanken voor al jouw delen van jouw informatie. En dat moet je goed doen, dat die avonden die dus er mede op initiatief van jou zijn, die familieavonden, dat die zo vol zitten. Het is goed om te horen. Dank voor jouw verhaal. Dankjewel. Okay.